Dinsdag de 13 juli 1979 kwam je op deze aardbol. Je billen blauw en je longen vol. 3 weken te vroeg geboren, maar je deed het toch goed met de scoren. De eerste 3 maanden heel veel gehuild. Het liefst hadden we je toen omgeruild. Gelukkig is dat niet gebeurd, anders hadden we nu nog treurd. Een vrolijke peuter en kleutertijd. Je was een vrolijke meid. Daarna de basisschool met een hele vriendenkring. Vandaar dat je graag naar school ging. Als afsluiting de musical. En daarin had jij ook een rol. Naar oma Arie, iedere zaterdag. Daar was je van vol. Het verzorgen van paarden vond je al te dol. Je eerste hamster kwam mee naar een logeerpartij. Vervolgens nog een hele rij. Per ongeluk heb je 1 van de dieren geplet. Daarna heeft Speedy het toch nog gered. Het lichaam moest ook bewegen. Met ritmisch gym konden ze met jou de vloer aanvegen. Iedere zomer met de caravan kamperen. Veelal in Frankrijk. Achter de caravan met draver spelen. Je voelde je de koning te rijk. 1 keer kreeg je de schrik van je leven. Richard deed je toen beven. Hij kwam ongevraagd op bezoek bij deze maagd. Wat? Hij kwam ongevraagd op bezoek bij deze maagd. Het uitgaansleven werd gestart met thuis een zoete inval. Gevolgd door bezoek aan Challenge van Altena of een andere musical. KSH was de middelbare school met VWO als opleidingsplan. Diploma gehaald met de vraag wat ik nog verder kan. Na veel wikken en wegen vervolgens naar de Hogeschool Holland gegaan. En daar de studie commerciële economie gedaan. Haar stage kon uitgevoerd worden bij SBS. De mediawereld werd een wijze les. Intussen veel snuiters voorbij zien komen en gaan. De een nog enthousiaster dan de ander, zonder lang bestaan. Samenwonen in de grote stad, Amsterdam. Je wilde niet meer terug naar pap en mam. Na SBS kwam ID&T in zicht. Feesten organiseren is wat jou uitstekend ligt. In de Cornelis van Vollenhovenstraat vond je je eerste appartement. Al je kleinvee en poezen werden daar behoorlijk verwend. Medebewoner Michel heeft je enthousiast gemaakt voor de VVD. Als duo-raadslid van de partij ging je leergierig met hem mee. Nieuwbouw in de Witte de Witstraat was je nieuwe plan. Na veel rekenen kwam het er toch van. Binnen ID&T de switch naar international gemaakt. Het plannen en reizen vind je volmaakt. Tijdens 1 van de bedrijfsuitjes kwam de man op het witte paard. Diederik was zijn naam en is haar alles waard. Deze liefde wordt vandaag bezegeld, maar eerst moest er van alles worden geregeld. Dat is goed gekomen. Dus hier met de man van je dromen. Wij wensen jullie veel liefde en geluk. Wees er zuinig op, dan kan het niet mis. Oh.